ook van beneden! Oh, hallo. Hi jongens, hi. Oh mijn god, het is zo'n ding. Het is zo'n ding grote. Zo! Wow. Wat? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sons of the Forest. En ik vind het nog steeds heel erg tof dat jullie zo veel met z'n allen kijken. Jasper heeft even een belangrijke mededeling, want Jasper is er vandaag ook weer bij. En dat is Jasper. Ik heb een heel mooi masker op. Dat is niet jouw mededeling. Oké, mijn mededeling. Wat is mijn mededeling, maat? Wat je net zei. Voordat we begonnen met de opname. Oh, ja, ik zeg, jij moet dat zeggen. Maar, nee, wil ik niet. Oké, jongens, we komen daar net uitgezwommen. En nu zijn we opeens hier op het strand aangekomen. We hebben een nachtje geslapen. En gaan we nieuwe avonturen beleven. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Klopt. Nou, dankjewel, man. Zo moeilijk was het toch niet? Ja, ik stond opeens voor het blok. Het is niet mijn werk om hallo te zeggen. Je hebt een goed punt. Ik moet wel zeggen dat als ik nu op de map kijk, ik heb geen idee waar ik ben. Of waar het huis is, bedoel ik. Want ik zie het huis niet meer. Nee, je kan als je helemaal uitzoomt, zie je wel de helikopter crash. En ja, dan, dat wel. Is een beetje, denk ik, waar we op moeten mikken. Want daar zie je ook twee van die kleine puntjes onder. En dat lijkt sneeuw, maar ik geloof dat dat gewoon ons gebouw is. Nee. Nee, okay. Dat geloof ik niet. Ik denk dat dat bij dat water zit, voorbij dat groene. Dat we daar zitten. We zitten bij die plas. Oké. Okay. Maar ja. Het huisje is weg, omdat we denk ik elke keer een huisje hebben gemaakt. Denk je niet? Ja, dat zou ook wel kunnen. Ja, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Dat denk ik. Ja, ik denk dat als wij dit water volgen, dat we uitkomen waar wij wonen. Ja, volgens mij heb je gelijk, man. Het is echt raar om hier zo te lopen. Maar oké, wat gaan we doen deze aflevering, wat belangrijk is? Ik heb een paar dingen in de comments hebben we gelezen. Jasper die zei van, hey, iemand in de comments, superhandig, gaf ons een goede tip. Dus dankjewel daarvoor. En dat is namelijk dat als je je inventory opent, dat je dan met je muis, en dat is een fictie ze hebben gedaan, dat je met je muis ergens overheen kan. En dan zie je een klein eentje daar naast de Modern Axe staan nu. En dat heb ik zelf ingesteld. Dat is namelijk mijn hotkey. Dus ik kan bijvoorbeeld nu mijn Crafted Club drukken. Overheen gaan. En dan kan ik nu bijvoorbeeld 5 drukken. En dan als ik nu terug ga en ik druk op 5 op een toetsenbord. Dan heb ik hem nu in mijn hand. Dus ik heb nu wat hotkeys, shortcuts, dingetjes ingezet. Vond ik wel cool. En nou, dat zijn dus deze geworden. Ook heb ik mijn inventory niet op I gezet. Maar op Tab. Dus ik ben naar options gegaan, naar controls. En ik heb mijn inventory heb ik op tab gezet. Omdat I is aan de andere kant van je toetsenbord. En je wil natuurlijk, zo met een gamer, hè, wil je alles aan één kant van je toetsenbord natuurlijk doen. Dus als je hem op tab doet, dan opent hij gewoon meteen. En heb je ook niks anders wat zeg maar in de weg zit. Want tab gebruik je nergens anders voor. Dus dat is een tip die ik heb gekregen. Ook van de comments. Dus shout-out naar jullie die reacties achterlaten. En die commenten van, hey man, dit moet je doen, dat moet je doen. Dit is een tip. Ik zag ook al een paar mensen die zeiden, yo, je hebt een hele map. Je kan dit al doen. Je moet naar deze cave, want daar heb je daar. En dat gaan we allemaal niet doen. Die map gaan we ook niet gebruiken voor deze game. We gaan proberen om het allemaal zelf te doen. We gaan proberen het verhaal uit te spelen. Een basis te bouwen. En gewoon lol te hebben en wat dingetjes te verzinnen daar in deze survival game. Maar we gaan niet echt van al die walkthroughs, tip, cheats, dingetjes gebruik maken. Want dat is natuurlijk super kut, vind ik persoonlijk. Als je dat wilt, dan kun je meteen zoeken naar Forest Endgame. En dan heb je gewoon de laatste delen van je missies. Die kun je dan zien bij iemand anders. Leuk, heb je het spel uitgespeeld. Vet, not. Dus ik speel het liever op deze manier. Vind ik leuker. Om zelf een beetje te ontdekken. Om fouten te maken. En misschien zijn we straks wel 2 uur bezig met iets. Wat helemaal niet werkt. Of wat helemaal fout was. Nou. Vet. Kut. Maar ja, maakt niet uit. Dat is onderdeel van de game. Toch? Ik bedoel, het is vallen en opstaan. Zoals deze guy die daar zo springt bij het water. Dat is vallen en opstaan. Kijk maar. Oeh. Hallo. Hey joh. Gooi gewoon een steen naar me toe. Gek. Hier. Pak hem. Hoppa. Hoppa. Zo, het zijn er ineens 2! Lekker. Nee, niet zo lekker. Ik gebruik de taser die we hebben gevonden. Gast. Is hij al dood? Deze? Ja, hij is dood. Ja, hij is dood. Okay. Ik denk dat als we hier rechtdoor gaan dat we uitkomen bij onze plek. Dat denk ik. Ik hoop het. De berg. Hé, hey, hier is het! Au, hè? Huh? Ja, ik had gelijk. Mooi, gelukkig. Vet, cool. Mooie basis. Home sweet home, ja. Het is sneeuw, ziet er inderdaad wel tof uit, ja. Wauw.
heel vet. Ja, we zijn nu thuis inderdaad, dus we moeten even inderdaad een plan hebben. Ik heb wel een plan. Oh, je gaat erbij zitten. Ja, zal ik anders even... zal ik anders even tegenover je komen zitten? Ja, dat is goed. Zo, zitten we dan. Lekker, man. Oké, even het plan bespreken. Luister, ik had wel een idee wat we kunnen doen. We kunnen ervoor zorgen dat we met die rebreather die we nu hebben, dat onderwaterduikding met ademen, dat we weer teruggaan naar die cave met die zipline. Want daar was water waar we naar beneden konden springen, maar waar we niet in konden omdat we toen geen rebreather hadden. Want daar kwamen we achter omdat we dachten, oh jee, we moeten zo'n ding halen. Ja? Ja, ik volg. Dus daar kunnen we heen. Maar we kunnen ook een deel van de basis even wat mooier maken als in een farm en wat dacht je van een huis wat, die wat hoger is en dan wat lampen erin, want je kan ook allemaal kandelaren ophangen met lichten en zo. Je kan het echt super mooi maken. Alleen ben ik niet zo'n voorstander van dit sneeuw, want werken hier in de sneeuw is hopeloos. Ja, dat is koud. We moeten eigenlijk gewoon zo'n lekkere, warme, gezellige grot in, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Laten we dat maar gewoon doen. Wat is er? Ik stel me niet dat je in de fik kon staan in de sneeuw. Blijkbaar. Hey, je kan gewoon geld erop gooien. Nou, dan gaat mijn geld. Doei. Gooi je geld erop? Ja, ik gooi mijn geld erop. Iedereen nog een dollar. Ja, dat is nu niks meer waard. Ja, goed punt. Ja, ik weet ook niet wat we ermee kunnen. Ja, het is nu niks meer waard. Had jij nog een gun? Nee, die is verloren op dit moment. Maar wie weet kom ik er ooit nog eentje tegen. Oké. Nou, laten wij dan maar gaan, denk ik, richting... Dit is bij zijn de cave. Ja, maar even snel armor maken voordat ik ga. Met leaves, denk ik. Goed idee. En dan cloth. Dan heb ik in ieder geval iets van armor aan. Zo, die guys zitten maar aan te kijken in dat vuur. Partijtje eng. Alsof hij een soort van duivel is. Omdat hij zo met zijn hoofd in de fik staat. Oh, en ineens is het een schedel geworden. Oké. Dat had ik niet verwacht, maar cool. Oh, trouwens, ik zag een leuke optie net. Dan kunnen we misschien... We hebben hier ook geen dak meer. We hebben dit niet meer. Kunnen we misschien even snel bouwen? Ja. Die zag ik net hier. Even kijken. Deze. Oh, dat dak is... En dan kan ik die en die. Kijk. Oh, vet. Nou, dit is toch cool? Ja, dit is heel vet. En het geeft nog licht. En het geeft licht inderdaad, ja. Maar het is inderdaad, nu het sneeuwt, is een dak op zich wel handig op het huis. Ja, hè? Dat hier binnen nu een soort van heeft gesneeuwd. Dat is vrij makkelijk te doen, toch? Ja, en deze hadden we toen open, omdat de hele tijd Kelvin heel irritant hier zo doorheen liep. En hier vastliep. Dus dat kan gewoon eigenlijk weer dicht. Ja. Dus misschien, als ik dat nu even dicht maak... Makkelijk te doen. Ja, dat is wel makkelijk te doen. Zo. Ja, joh. Het dak is oké nu, geloof ik. Er staat hier iets met dat er iets kapot gaat. Huh? Ja, ik heb dit icoontje nog nooit gezien. Probeer eens hier een houtstuk tegenaan te houden. Oh, ik om dicht te maken. Hier. Even hout pakken. Oh, ja. Kijk, er staat een rood icoontje. Ik weet niet wat dat betekent. Misschien dat... Dat niet kan, want rood is vaak niet kunnen. Ja, maar... We hebben een support beam nodig of zo daarvoor misschien. Dat het... Geen idee. Logs, veel holder. Oké, ik ga gewoon Kelvin lekker zijn ding laten doen. Die zien we later wel weer terug. Idee. Gaan we weer een cave in. Kijken waar we kunnen vinden. Even kijken, welke cave was dat ook alweer? Heel dichtbij, de dichtstbijzijnde die je ziet. Oh, dat was die inderdaad, ja. Ja. Oké. Kijk maar lopen, man. Hey, de zipline. Blijf verder. Hoppakee. Dat scheelt denk ik wel een stukje. Zeker. Is nou, lopen we erheen. Ik vind het vervelend, man, die sneeuw. Ja, die kou is vervelend, hè? Ja, want ik heb heel weinig stamina ook. Ja, ik vraag me af, moeten we nu er niet gewoon een vuurtje maken, zo om de 100 meter? Maar dat is ook weer zoveel werk. Ja, yeah, ja. Yeah. Is ze hier de cave? Is dit hem? Denk je dat zeker? Wel. Ja, deze drie mannen hier, die hingen de vorige keer er ook. Nou, die hingen toen, ja. Ja, het is alleen bevroren nu. Ja. Wat gebeurt hier? Wat is met die kannibalen aan de hand, joh? Zoveel ook. Ja, blijf liggen jij. Oh, hij heeft geen arm meer. Nice. Laat hem bloedbloeden.
Lekker man. Boot loelen, bloedelen. Oh, okay, nice. Ik heb weer cloth. Ik heb weer cloth. Dus ik ga even snel wat armor maken dan. Cloth, cloth. Want ik weet niet waarom, maar ik ben weer armor kwijt. Gevallen of zo? Nee. Ik snap er niks van. Heb je al armor gemaakt van die hides? Dat kan ook. Ja, ook al, ja. Oh, ja. Oké. Okay. Dan gaan we naar binnen, man. Ja, man. Ik oh, flares! Zal ik even op een hotkey zetten. Smart. Dat is misschien wel handig. I'm going in, man. Oh, we gaan weer opnieuw aanzetten. Hoppakee. Donker hier, man. Vervelend, man. Oh ja, hier was die zipline. Ja. Hier waren we toch aan de andere kant wel geweest? Ja, klopt. Maar hier zijn we dus nog niet in het water geweest. Oh ja, dat was het. Ja. Ik vergeet dat dus elke keer. Ja. En dit ziet eruit alsof we wel naar beneden kunnen. Oh. Werkt het onder water? Nee. Flares werken onder water. Jawel. Ja, maar niet echt goed. Oh, je kan gewoon zwemmen en dan gaat het ding gelijk om. Dat is handig. Oké, okay, gaan we dan nu onder water? Ja, man. Kijken wat daar te zien is. Het naast beste? Heel veel donker. Moet ik hem aandoen, de rebreather, of gaat nee, dat vanzelf? Je kan gewoon springen. Ik kan gewoon springen, oké. Okay. Ja. Oh ja, dat gaat vanzelf. Cool. Ja. En even kijken. Er is licht, maar... Oh ja, er is licht. Want dit gaat echt heel diep, hè? Hier, kan hier helemaal jeetje, naar beneden. Oh, daar ben je helemaal. Oh. Ja, doe maar. Ga maar voor. Ja, dit gaat ergens heen, denk ik. Zo. Heel lijp. Is zo hard, is zo hard. Ja. Ik ben een beetje bang onder water. Ik ben bang dat die oxygen opraakt. Oh nee, ik heb genoeg airtanks. Jij niet? Jawel, ik zit op 70% nu. Ja, maar je hebt nog airtanks, toch? Oh ja, maar die heb ik niet eens aangevuld nog. Oh, oké. Okay. Wat? Ik schrok. Ja, van dit. Oh, hallo. Hi jongens. Hi. Just coming through. Hi, wacht. Kan ik mijn boog pakken vanaf hier? Yo, kunnen jullie ook weg? Wacht, ik pak mijn ex. Ah, oh, zomarapoepapeloepam. Hij doet meteen aanvallen. Ik ga hierop. Kom eraan. Ja, ik ben aan het slaan. Ja! Oké, okay, lekker. Ja! Lekker, hij ligt. Ja. Oké, okay. Skinnen voor de armor. Oké, dit is clean. Ja, dit is clean. Ga je maar voorop, man, met je zaklantaan. Ja, ik heb bones opgepakt net. Ik ben een beetje bang, ik wil armor. Oh, ah, fuck it ook trouwens, fuck it. Let's go. Boeien. Hier ligt de loot. Airtank. Wetsuit? Oeh. Oh, ik ga die meteen aandoen. Dan krijg je het waarschijnlijk niet meer koud ook. Denk ik in ja. In het water. Where? Hoppakee. Waar is het? Ah, daar. Where? Heb jij hem ook aan? Ja, man. Yo, je hebt flippers, bro. Oeh. Oh ja. Yo, kijk nou. Wat sick. Gangster. Oh, ik heb flippers. Ik ben een dolfijn. Oh. Ah, nou. Ik ben een dolfijn. Is jaloers. Ah. Die is dood. Oké, okay, ik op ben donderen. Deze aan het mappen. Op donderen. Pak hem in zijn rug, pak hem in zijn rug. Ik miste. Steek hem in zijn rug. Yo. Lekker. Nog één. Ja, lekker. Oké, okay, dit was het. Lekker. Even die armor aan doen snel. Oh ja, we hebben natuurlijk armor van hun. Ja. Wat was dat? One sec. Ik ga even de armor aan doen. Ja, is goed. Hoe hieronder ligt dat? Ja. Oké. Okay. Daar gaan we. Batterij is bijna op. Oh, daar zit er nog één. Zie je hem? Ja, ik zie hem. Wacht, ik gooi wel een flare. Oh, ik heb geen flares meer. Molotov? Ja, die moet ik dan even maken, man. Ik maak hem wel snel. Als je hem gaat maken... Ja, hij ziet ons niet. Dus ik kan even nu... Hoop ik mijn batterij vervangen van mijn flashlight. Combine. Als je... Ja, dat kan. Oh, dit kan niet! Ah! Okay, hij komt. Okay. Oh, hij gaat je aanvallen. Ik ga je... Nee. I protect you. Oké, okay, we got it. Get away from my friend. Got away. Ik skin hem wel.
Dan pak ik een molotov erbij. Ja, ik hoor zoiets heel groots. Een knopje heb. Weet je dat grote monster wat we eerst ook zijn tegengekomen? Oh ja, ik snap welke je bedoelt. Oh my god, allemaal kwel hier zo. Water. Oh, hier komt ons drinkwater vandaan. Lekker. Gadver, dit zitten wij te drinken, hè, uit dat meer. Ja, goed om te weten. Oh, ik val naar beneden! Hop! Oh, wat gebeurt er? Ik chase naar beneden. Ik ben een glijman. Waar ben ik? Hoi. Waar zijn we? Oh, ik zie daar licht. Oké. Gaan we even naar licht gaan? Ja, we gaan er wel even uit. Ik... Wow, I glade zo naar beneden. Let's go. Ik heb te veel meds. Hoe kan dat nou? Je kan er een paar maar mij geven, want ik zie ze niet liggen. Oh, hier, zie je ze niet liggen? Nee. Oh, dan geef ik ze wel inderdaad aan jou. Hier. Dank je. Hier. Ja, oh, ik kan ook niet meer dragen. Nee, zie. We zijn stacked met meds. Ja, we zijn helemaal stacked. Maar is dat... Je gooit een molotov? Ja, om te kijken. Het was een flare. In het water? Ja, maar nu weten we dus dat daar niks te zoeken is. Dus we moeten deze kant. Het was een flare. Het was een molotov. Nee, hier is inderdaad niks volgens mij. Oh, behalve een dood mens ligt hier. Oh, ligt een dood mens? Ja. Hier zo, onder mij, boven mij. Hoe ga ik naar boven? Oh, wat? Maar dat is een goed teken, want overal waar lijken zijn, ligt loot voor ons. Ja, klopt. Ah, ik zie hem daar drijven. Nou, oké. Jammer voor hem. Yes. Hij is er niet meer, maar wij nog wel. Dus even checken. Hier ligt nog een kist. Oh, ik zie daar weer monsters. Kaboom. Oeh, dat is een mooie. Ik heb een granaat, Ik ga granaat ook op een hotkey zetten. Waar heb ik die ook alweer? Zit hierin. In de zwarte doos. Vijf. Granaat, hier. Pak hem maar. Hoppakee. Pas op. Zo. Bim. De explosie is minder dan ik verwacht, maar de knal is er. Ja, en de oorsuizen ook. Ja. Waarom kan ik hier niet tussen? Ja hoor, is er weer één. Yep. Allemaal. Oh, hier links staan mannen. Links ook? Oh, kut. Ja. Laten we deze eerst pakken. Hoppakee. Ik weet niet of je kan rennen met die scuba gear aan. En ik denk het niet echt. Niet zo hard. Oh, we moeten eigenlijk even wat anders inderdaad aan hebben. Ja. Je hebt gelijk. We zitten nog steeds die flippers aan. Ja. We zitten met flippers aan te vechten. Dat is niet heel handig. Wacht even. Pijl en boog. Kan dat? Ja, pak jij lekker je pijl. Oh, het zijn er heel veel, hè? Deze. Oké. Dit is heel eng. Oh, shit. Ik heb een granaat, man. Ik wil even een nade. Ja, same. Lekker, man. Deze sla ik nog even. Had jij drie tegelijk zeker met die nee daar? Nou, 1, 2 denk ik. Oh, nee, er ligt er nog één. Deze kan ik snijden. Chaos allemaal dit, joh. Wat was mijn pijn? Oké, ik ga even die scuba gear uitdoen. Deze. Ja, dat is een hele goeie. Ik ga dat ook even doen. Dat was misschien een beetje dom. We dachten, oh vet, wat hebben we dat? Maar toen, ja, deden we hem aan. Ik doe wel weer een hoodie aan. En armor. Zo. Ready? Ja, heb je hier alles geloot? Ja. Oh ja, ik wil molotovs van ook maken, want die heb ik helemaal niet. Ik heb 0 molotovs. Jij? Nog 4. Oh, dat komt goed. Want ik heb echt zo'n gevoel, omdat ik de hele tijd hoor, dat we echt zo'n groot monster gaan tegenkomen. Ja. Nou, dat kan heel goed. Maar dan moeten we ook onze granaten houden, want de vorige keer werkte dat heel goed. 7. Oh, dat is zat. Oké. Okay. Ready? Nee, ik heb niet 7. Ik zet hem op de hotkey 7. Oh, ga. Ik denk je hebt 7. Nee. Ik heb 7. Hotkey 7 en ik heb 3 molotovs. Oké. Okay. Ik zie heel slecht. Wat gebeurt er? Oh. Ja, deze geven super veel licht als je ze aansteekt. Oh, dat is slim inderdaad. Hoe steken ze aan ook alweer? Met een lighter die jij niet in je hand hebt. Oh ja, dit wordt lastig, dit. Ja, dat hadden we de vorige keer ook. Oh, dan moet je ze aan mij gegeven. Gelijk. Nou, zoek het uit dan.
Wat heb je erin? Oh, dit is hem! Oh, dat was wel raak dit. Oh, nog één. Oké. En mijn arrow ook. Lekker, man. Ik ga in voor de slag. Bam. Ze hitten elkaar lijkt wel. Hé, heb ik geen arrows meer? Let's go. Dat meen je niet. Dan moet je dat even oprapen van en zo. Dat meen je niet. De arrows zitten er hier nog in. Ze zijn allebei dood. Nice. Heel nice. Ja, ik heb één arrow. Er zit nog meer. Oh, what the fuck is dat? Er zit nog meer. Oh, what the fuck is dat? Wat is dat? Het vierbenig flikvlakvlorm. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Steek het in. Wat de is het? Gooi Molotov. Gooi. Steek dat fucking ding aan! Ja, ik ben bezig. Gooi! Wat doet dat zo lang, man? Nog één. Ik sla wel. Nog één. Fik erin! We kennen het niet! Ah! Fuck off! Ah! Bam. Pas op! Hij is heel sterk. Okay. Wat? De ass. Heel eng beest. Heel was daar. Dat? Snij hem helemaal open. Nou. Wat? De ass is dat, gek. Oh my god. Goud. Oh, dat was zo disgusting. Bah. Zullen we even een vuurtje maken? Want we hebben het koud en onze stamina's op. Dan kunnen we wel even opwarmen. Bro, je bent echt een spelbederver. Wat? Ah, nog één! Molotov! Ja, even rustig aansteken. Nee, is geen hij staat al achter me, Ja, daarom. Oké, weer raak. Nice. Oké. Heb ik iets? Flare. Dus het zijn er twee. Het zijn twee dubbele mannen. Oké. Ik weet het. Ik doe mats. Ik weet niet waarom ik mats doe. Gooi. Yeah. Nice. Oh. Stop. Vandaan. Ik pak zijn achterkant, maar ook zijn voorkant. Want het is beide kanten. Oké, dit is neer. Hij is dood. En die andere twee? Welke andere twee? Hier nog. Hier nog. Ja, hier staan er nog twee. Ik ben aan het snijden. Ik kom eraan. Ze komen eraan. Oh. Gooi. Nee, ik ga slaan. Gooi Molotov! Ik ben aan het slaan. Oké. Ik help mee. Ik ben 1 AP. Ze zijn wel een tijdje sterk, man. Raar zijn ze ook. Wat is dit voor raar? Ja. Hier. Heel vies. Oké, ik moet healen. Snij hem open. Ik wist niet meer mijn hotkey. Ja, voor mij is het ook wennen. Ja. Waren dit ze? Dat ga ik niet zeggen, weet je wel. Want straks komt er een uit de grond. Nee, daar loopt er een. Daar loopt er een voor je neus. Nee. Waar niet? Ik zie niks. Je ziet niks? Nee. Je ziet deze man hier niet. Oké. Nee. Nee, die zag ik niet. Wat? Nog één. Daarachter ook nog twee. Ik heb ook geen armor. Ik ben... Die is dood. Hij komt achter jou aan! Dat is niet fijn. Ik ren! Ik ben één slag! Doe armor aan. Hou jij ze daar dan? Ja, ik ga het mijn best doen. Doe armor aan. Oké. Ja, wat willen jullie nou dan? Jullie hebben niet eens ogen! Oké, we zijn er weer. Lekker. Wachten. Oké, wachten. Bam. Dat was het. Nice. Ja. Snij jij helemaal open? Ja. Wat is dit? Flashlight attachment? Wacht eens even. Waar? Voor je baby! Vraf! What the fuck? Kut baby's, kaatkinderen. Aan alles wat beweegt en een baarmoeder heeft. Thanks. Hier, nog één! Kom eraan. Wat is dat? Ik word ook aangevallen door een baby. Nog een fucking baby! Heel veel baby's! What the fuck? Ik ben echt één! Één! Eén kietel, ik ben dood! Kom terug! Ik sla die baby zo uit de... je hoofd! What the fucker! Bitch! Terug naar je fucking moeder! Ik heal. Oh my god, ik word gek van die kut baby's. Nog één! Oh jee. Slaan! Schermen. Ik heb nog maar één armor. Okay. Ik kom er weer aan. Daar. Hier. Nice. Nu nog die grote man. Ja.
Kabam. Ja, lekker. Hij is dood, hij is dood, hij is dood, hij is dood. Ik hoorde nog iets, denk ik. Ja, er is daar volgens mij achter nog één. Ik ben helemaal de weg kwijt. Oké, wacht. Ik moet die flashlight fixen. Even kijken. Ja. Flashlight? Ik hoor iets. Ja, ik sloeg een baby. Je bent oké. Oké. Batterijen. Oh, nog één. Oeh, ik kill hem. Ja. Help me, please. Ik ben rustig aan het looten. Ik weet niet waar die is. In de zwarte doos? Armor aan doen. In de zwarte doos. Oh ja, hier. Ja, gelijk. Ja. Flashlight attachment. Ja, en dan... Flashlight en flashlight attachment. Kan ik niet aanklikken. Oké. Okay. Misschien moet het op mijn gun. Iets anders. Oh, het moet op mijn gun. Ja, dat dacht ik. Ja, want je hebt die railgun toch? Oh, ja, ja, ja. Oké, bro. Now we're talking. Let op. Haha. Wow, dit is heel dik. Dit is veel vetter. Heel lijp. Ja, ik volg jou, want jij bent echt gewoon één grote vuurtoren nu. Ja, ik ben... Wieeuw! Wieeuw! Oké, nu ben ik wel helemaal de weg kwijt. Waar hebben we? Zo? Ja, die kant op, ja. Dit is een koffer. Nou, dat heb ik allemaal niet nodig. Hier ligt nog een koffer. Oh, baby's! Baby's. Op dieven. Hier! Lieve op dieven! Hoppakee, gek. Dit is top. Hier zijn ook koffers en baby. Yep. Kill hem. Ammo, flares, nog meer ammo. Heel chill. Oké, we good. Dit is een nieuwe soort gang. Oh, er hangt er iemand. Gadverdamme. Oh, zo gezellig. Ik ben helemaal ondersteboven van. Dat kwel, ik vind dat ook zo goor. Ja, het is de meest nasty shit ooit. Oké, water. Ik ga een wetsuit aan doen hoor. Dan ga ik waarschijnlijk sneller ook en minder koud en minder hel en minder pijn en minder kwallen in mijn ballen. So. Ready when you are. Yes, I'm ready. Oh, we gaan zoveel beter en sneller. Zie je dat? Ja, dit is heel veel sneller. We zijn heel soepel nu. Flipper flopper. Oh, kunnen hier weer omhoog? Kunnen hier rechts of niet? Oh nee. Nevermind. Nee, we zijn er weer, geloof ik. Hoppapee, oh, pepee. Oh, zie maar dat pumparanta. Je gaat je killen. We gaan killen. Au. Waar is mijn gun? Oh, het zijn er heel veel. Oh, ik ben één. Waar is mijn gun? Kunnen ze zwemmen? Geef mijn gun. Ah, ik heb er niet geen licht meer. Waar is mijn licht? 3. Hier is mijn gun. Oké. Schieten. Fuck off! Bam. Fuck off! Bam. Fuck off! Fuck off! Lekker. Fuck off! Deze kunnen zwemmen. Fuck off! Oeh. Doe ik het goed? Ja, je bent heel goed bezig. 3. Ik ben ondertussen aan het healen. Zijn het er veel, gast? Ja, dit zijn er heel veel. Auw! Ik word gehintie! Ik moet terug. Ja. Kom maar waar ik sta ongeveer. Dan kan je tussen die stalactieten staan. Stalactieten. Oh ja. En dan kan je healen. Ik probeer het. Oh. Hey man. Ga jij maar op die stalactiet waar ik op stond. Ik kan hierop. Oké. Ik sta op jou. Oké. Zoek mijn gun. Ja, reloaden. Oké. Bam, gek. Knal ze. Oké, weet je, ik ga gewoon ietsjes doorrennen. Het komt vast goed. Ja, ren. Oké. Ja. Wacht. Slimme tactiek. Hoppakee. Pappakee, gek. Oef. Come on. Ah, zo de moeder! Bitches, motherfucker. Reload. Reloading. Ik heb nog meer voor jou. Ik heb nog meer waar dit vandaan komt. Terug naar je eigen fucking vagina. Alles goed? Nice. Dat was epic. Nou, liggen ze dan? Ja. Goeie tactiek, man, dat doorrennen. Dank. Dat had ik natuurlijk zelf bedacht. Ja, dat is... Ik ben wel bijna dood. Ja, tijd om armor te maken. Te skinnen.
Eat. Nee, die kan ik niet pakken. Oeh! Nog één. Zo, ik verslik me, slok me gewoon. Ik schrok en toen slikte ik mijn eigen slik in mijn spuug. Lekker man. Dit is de stomste aflevering die er is. Die we hebben gedaan. Dat is wel spannend. Oh, okay. Ik ga snel armor aan doen, want ik was net ook al bijna dood. Zo. Heb je vol HP? Ja, vol HP. 2 streepjes armor is prima. Oké. Mooi. Ik hoor een flare. Dat ben jij. Ja, heel nice. Ik zie wat jij niet ziet. En het heeft 7 witte strepen. Wat is dit? Zeg het maar. 7 witte strepen. Baby. Je mag jij kapot maken allemaal. Daar ga ik. Jasper de babykiller. 1 en 2. Nice. En 3. Get hem. En 4. Get hem, ja. Appa. En dat was het. Oh, nee hoor, er zit nog één daar. Oh, en nog één. Ja hoor, hatsa. Dit was het. Oh, lekker, nee, man. Nog één. Nog meer. En er kruipt daar... Oh, er kruipen daar dingen. Links. Waar? Ik zie het. Op 11 uur. Ja. Oh, dat is weer zo'n tweehoofdig ding. Ja. En er zit daar iets... Achter. Ja, er zit iets... Een bal of zo. Bitch. Lekker, man. Bitch. Hier, gek. Hij is dood. Nice. Hij is... Er was er nog één. Ik moet reloaden, maar ik heb geen ammo meer! Oh, ik heb geen ammo! Slaan dan! Doe ik! Zo, bam. Hoppakee. Let's go. Hoppakee. De sandwich. Lekker bro. Ja, hun sandwich ook, maar ook met z'n tweeën. 2 tegen 2 is het. Het is waar die aan elkaar zitten. Ja, Siamese tweeling is het. Wel de goorste Siamese tweeling die ik ken trouwens. Dat is ook de enige die je kent, denk ik. Ook dat, ja. Goed punt. Ja, op internet heb ik wel eens wat gezien, maar... Oh. Muziekje. Hey, shuffle! Let's go! Yes! Die hebben we nodig. Kun je eindelijk verder? Ja, die hebben we nodig, ja. Want daar kunnen we mee die dingen opscheppen en meuk. Ik weet alleen niet wat dat allemaal is. Wat is dit, ja? Je kan in ieder geval niet verder, rechtdoor. Weird is gebouw of zo. Ja, maar we komen overal van die gebouwen tegen. De game houdt je hier tegen, inderdaad. Dus we kunnen daar niet heen, helaas. Dat was het. Ik denk dat we gewoon helemaal terug moeten, man. Nou, het was niet zo heel ver. Nu hebben we geen enemies, dan zijn we zo weer terug. Dat is waar, ja. Je hebt nog wel zo'n groot monster gehoord en die hebben we gewoon niet gezien. Nee, maar het zou kunnen dat die Siamese 2... Ja, dat kan. Wow! Wat? Hallo? Oh mijn god, het is zo'n ding! Het is zo'n grote! Ik heb het er net over! Je had het er inderdaad net over! Dat is hem! Pak een granaat, gooi een neet, gooi een neet! Jij of ik? Jij! Oké. Daar komt-ie. Oh, dit is niet een neet. Ik weet niet wat hij doet. Hij doet niet zoveel. Vastzitten. Nee. Oké, komt-ie. Kill hem. Bam, jongen. Top. En let's daar go. Moeten we volgens mij in ook. Hier zijn we nog niet geweest, of wel? Komen we hier vandaan? Jawel, daar komen we vandaan. Oh, hier komen we vandaan. En hier liepen we toen net langs. En hij komt daar nu gewoon uit, omdat hij daar uitkomt. Oké. Ah. Ik snap hem. Zeg, zijn die baby's wel chill? Gewoon one hit. Hoorde ik dit nou goed? Op zich zijn die baby's wel chill. Gewoon one hit. En daarvoor, ik weet nog een paar afleveringen terug. Hey, je moet maar niet Jasper de babykiller noemen. En nu is het gewoon van... Ja, ik ben geacclimatiseerd eraan. Je bent zo gewend. Ziet er trouwens weer anders uit. Je bent nu een getinte man. Ja, ik heb gewoon zoveel persoonlijkheden dat het ik niet weet. Ook ik moet kiezen. Heel absurd. Maar kies jij elke keer een andere? Je kan niet kiezen. Je kan niet kiezen? Nee, dit is gewoon hoe je... Ja, het is een beetje als het echte leven. Je weet niet hoe je eruit gaat zien, zeg maar. Je spant en het is... Ik denk hier naar beneden. Ja. Net zoals in het echte leven. Nou, als ik wakker word... Ja, dat heb je zelf... geboren en kan je daar niet zoveel aan doen, toch? Hoe je eruit ziet. Nee, dat is waar. Licht. Eindelijk. Ik ben heel blij dat het dag is ook. Licht. Oh. Bambi! Hey! Hoppakee. Eten.
Nou, ik heb eten gefixt voor vanavond. Lekker, man. Oh, is het ook eten natuurlijk. Oké. Nou, hey, dit is volgens mij wel oké. Waar zijn we precies? Oh, we zijn er vlakbij. Yep. Lol. Oké. Nou, dan kunnen we nu naar Kelvin toe. Kijken of hij iets gedaan heeft überhaupt. Ja, hij heeft die locks gefixt, toch? Dat is te hopen voor hem. Kijk nou, prachtig. Soort van. Prachtig. Ziet er een beetje meh uit, maar cool. Ik zie gekapte bomen, maar die waren er denk ik al. Ik zie... Ja, dus alles moet vol zitten van die locks. Nou, ja, eentje niet, maar wel heel veel. Ja, hij heeft er twee gedaan. We kunnen vis laten fixen en dan doen we even een drying rack, want die... Ja, en dan dat scheelt ook qua eten, want wij hebben super... Zeg maar, anders moeten wij de hele tijd eten maken. En op zich kan hij dat wel voor ons doen nu. Ja, daarom. En ik zal even een drying rack maken, want dat wilde ik toen ook al doen. Dat doen we natuurlijk even bij het water, het meest logische. Oh, sticks. Wat kan ik hier aanhangen verder nog meer dan? Vlees. Oh, kijk nou joh. Oh, dan kan het misschien niet rotten of zo? Ik denk het ja. Kijk, wat kan hij heeft nu nog niet een vuurtje onder doen ook of zo? Ik vind een hele grote vis vast. Oh, die flikkert hier even hij op de grond. Hij ligt neer. Kijk nou wat leuk. Oh, kijk nou jou even zitten dan. Ja, ik zit even overzicht te houden. Ik had wel een leuk idee om... dit is echt een superleuk eilandje natuurlijk. Dus dit moeten we gewoon lekker zo houden. Mhm. Maar ik had wel een leuk idee om een brug te maken hier. Dus hier zo een soort van bruggetje. Zo! Wow! Wat? Zo een soort van bruggetje. Zo! Wow! Wat? Wat gebeurde er met jou? Weet ik het? Ik wilde opstappen van het bankie. Je was in één keer Superman, man. Ja. Wauw. Goed idee, een brug. Ja, ik wilde hem vanaf hier en dan zo naar de overkant toe zo'n brug. Ja, dat is een leuk projectje. Ja, leek me wel cool. Oh, wacht. Kelvin wil natuurlijk die vis aan mij geven, maar ik was weg. Oh, maar die kan je niet klikken dat hij op de drying rack hangt. Nee. Dank je. Bedankt. Hij legt het dus gewoon voor mijn neus neer. Duidelijk. Oh, shit. Ik eet hem op. Oh, dit wil ik helemaal niet. Oh, dat wou ik helemaal niet doen. Oh, wanneer je per ongeluk een rauwe vis eet. Daily business. Ja. De dagelijkse struggle in Forest. Ik denk dat wij nu even gaan slapen. En dan dat wij de basis even een soort van upgrade moeten geven. Alleen, ik vind het sneeuw gewoon heel kut. Maar ja, dat gaat vanzelf weer weg, hopelijk. Oké, ik ga slapen. Ja. Good night.